Een zwaar verkeersongeval heeft zich vanmorgen voorgedaan op de Saronbrug. Een truckbestuurder, die vermoedelijk de controle over het stuur heeft verloren, is tegen de brugleuning opgereden. Daarbij is een van de metalen pilaren losgeslagen, waardoor de truck vast kwam te zitten. De brandweer moest eraan te pas komen om de beknelde bestuurder te bevrijden. Volgens Etteré Meursing, officier van dienst van de brandweer, was het niet makkelijk de bestuurder snel uit zijn benarde positie te bevrijden. Het slachtoffer was wel de hele tijd bij bewustzijn en kon met de brandweer communiceren, zegt Meursing. Wij komen zulke gevallen niet echt tegen, dus het was voor ons een beetje moeilijk om vlot te werken. We waren afhankelijk van externe. U ziet, Mekolijn Transport heeft ons flink geholpen, want het ging om een zwaar voertuig. Dus we waren eigenlijk niet bij machten om snel op te treden. Dus we moesten even wachten op Mekolijn Transport. Maar daarna is het aardig gelukt. Het ziet er niet mooi uit, maar hij is aanspreekbaar. Dus dat is voor ons in elk geval, het geeft ons een goed gevoel. Maar ik denk dat de mensen van de medische specialisten iets meer daarover kunnen vertellen. Maar wat wij zien is dat hij aanspreekbaar is. Is hij steeds aanspreekbaar geweest? Ja, vanaf het begin. Het moet eigenlijk. Je moet communiceren met het slachtoffer. Met het slachtoffer, omdat het slachtoffer je kan vertellen hoe hij zich voelt, waar hij pijn heeft. En wanneer we bezig zijn te werken, is het bijzonder belangrijk dat het slachtoffer aangeeft van ja, ik ga door of nee, ik heb pijn of het lukt niet. Maar hij heeft in elk geval kunnen helpen door met ons te communiceren. En dat heeft is toch een aardig geluk. Van begin tot eind? Van begin tot eind heeft hij een duidelijk kunnen communiceren met ons. Het is gelukt. Dus ik hoop dat hij snel weer de oude wordt. Officier van dienst van de brandweer Etteré Meursing. Na het ongeval heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, besloten de brug uit veiligheidsoverwegingen volledig te sluiten voor het publiek. Volgens Raoul Swedo, hoofdvoorlichting van het ministerie, is deze sluiting noodzakelijk. Je moet de brug en natuurlijk ook de samenleving in bescherming nemen. Omdat de toestand waarin hij nu verkeert, dat hij niet verergert. U weet, als er een pilaar los staat, dat wil zeggen dat er minder balans ergens is. En aan de hand daarvan, als je dus nog voertuigen over de brug laat gaan, en natuurlijk ook zwaar transport, dat hij veel meer gaat verzwakken. Om dat te voorkomen, hebben we dus besloten de brug af te sluiten. Dat is om natuurlijk minder schade op te lopen aan de brug. Want er is intussen al schade. Maar als je nu transport over de brug laat gaan, dan krijg je enorm meer schade wat je niet met het oog ziet. En dat moeten we zeker wel in bescherming nemen. Maar tot nu toe zullen wij zeker wel de komende week hier geen verkeer over de brug laten gaan. We hebben dus besloten om liever die files te hebben in de plaats we een situatie kregen waar de brug verergert of waar mensen levens eraan kunnen gaan. Raoul Swedo, hoofdvoorlichting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Die aangaf dat de Saronbrug volledig is afgesloten nadat een truckbestuurder tegen de reling is opgereden, waardoor een van de metalen pilaren is losgeraakt. De Saronbrug zal voor iets meer dan een week afgesloten zijn voor alle verkeer.